Ik mag straks de sleutel van mijn appartement halen. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is al heel wat tijd geleden dat ik nog heb gevlogd. Maar er waren gewoon geen vlogdagen om te vloggen. En dat is niet erg, want ik zit toch super hard voor met mijn vlog. Ik wil dat ook een klein beetje inhalen. Vandaag zijn we woensdag 29 mei. En hopelijk als deze vlog online komt, zit ik ongeveer terug op het schema. Maar zaterdag ga ik verhuizen. Dus is dat mijn eerste taakje op mijn to-do-list. Op mijn to-do-list hier. Om dozen in te pakken. Ik heb geen dozen meer. Het is 11 uur en ik ga even de Sims spelen. Want ik heb niks beters te doen. Even laden en dan ga ik mijn Sims familie tonen. Tijdens het Simpson luister ik naar podcast of naar Spotify. En nu luister ik naar mijn eigen playlist van Spotify. Even mijn Sims-familie voorstellen. Dit is Bart Jonker. Hij is getrouwd met Olivia Hendricks. En dan hebben we samen een kindje genaamd Fleur Hendricks. Daar straks meer over. Bart Jonker is de zoon van Valerie Jonker en Hugo Valario. Valerie Jonker was mijn eerste Sims. Zij was super famous. En zij is getrouwd met Hugo Valarial. Die was de zoon van Jacques Valarial. Olivia Hendricks heeft nog geen stamboom. En zij is getrouwd met... Dus dit is Bart Jonker. Bart Jonker werkt als technisch vernieuwer. En is niveau 5 in de wetenschap. Carrière. Hij heeft één vrouw. Dat is Olivia. Olivia is plantenart. Ze zit ook op niveau 5 van deze carrière. En ze heeft één dochter genaamd Fleur. Fleur Hendricks is een kind. Heeft 8 als gemiddelde in de basisschool. En is Griffin Scout. Zij... Ik weet niet welk niveau dat is van de scoutingcarrière. Zo, dit is mijn familie. Olivia is net gestorven omdat ze te hard heeft gesport. Like what? Maar je moet dat niet zien, hey baby. Ik ben mijn IKEA shoplog aan het editen. Eindelijk terug productief bezig vandaag. Ik heb ook een stuk van mijn dozen verder gevuld. Want de verhuis komt steeds dichter en dichterbij. Ik heb ook dingen van mijn kot teruggevonden. En dan denk je, ik ga dat bijhouden tot ik alleen ga wonen. Meteen dat je alleen woont, is je smaak gewoon helemaal veranderd. Dus, vandaar. En ik wou jullie ook nog even laten weten wat ik van deze cake mix vond. Deze heb ik een heel eindje geleden al gemaakt. Waardoor ik een heel stuk tijdje ben gestopt met vloggen. Heb ik daar nog geen mening over gegeven. Dit is de carrot cake mix vanuit Paulien's Keuken, die te koop is in België bij Albert Heijn en in Nederland bij Albert Heijn en Jumbo. Ik vind deze cake lekker. Het zat niet te veel kaneel in, wat dat Nederlanders soms wel doen. Maar hij was wel nogal droog. Dus misschien moet ik er de volgende keer gewoon een beetje melk aan toevoegen, wat ik doe als ik gewoon cake bak. Want hij was echt veel te droog. Dus misschien de volgende keer
een lepeltje melk aan toevoegen. Ik heb net even een 4 uurtje gegeten. Namelijk een kiwi en een banaan. Ik heb ook mijn vlogs, mijn video's geëdit. De grote IKEA shoplog. De Super Action Home shoplog. Alle twee link ik die hieronder als die al online staan. Wat dat waarschijnlijk wel zo is. En nu ga ik foto's maken. Ik ben mijn 50 mm lens kwijt. De video's uploaden zo traag vandaag. Echt niet normaal. Ik ga nu TikToks maken. Voor het eerst sinds ik mijn kalender heb van de Flow, ben ik een paar dagen aan elkaar vergeten mijn kalenderbriefje af te scheuren. Normaal doe ik dat echt elke dag. Soms doe ik het wel 's avonds, soms dat ik het vergeten wel 's morgens. Maar wel elke dag. Maar dat is niet erg, want nu kan ik alle briefjes tonen aan jullie. Dit was het briefje van zaterdag. Van zondag, dit is niet echt mijn smaak. Van maandag, een plantje. En van dinsdag, een hondje. En de laatste keer. Hatje. Later vandaag toon ik nog wel eens die van vandaag, woensdag dus. Ik hou die allemaal bij in dit bakje. Dit was een bakje van de My Bullet Journal. En momenteel hou ik al mijn briefjes daarin bij, omdat ik echt al die tekeningen super leuk vind. Ik weet nog niet of ik er ooit iets mee ga doen. Maar ik vind het wel super leuk. Eventjes een mooie overview van een aantal tekeningetjes. Oh, die was echt leuk. En nu mogen mijn nieuwe briefjes erbij. Het is echt al zwaar geworden. Oké, TikTok. Ik had de tijd opnieuw en opnieuw TikToks gemaakt totdat hij eindelijk perfect was. En nu avondeten. En Friends kijken. Of komen eten. Het is nu 6:30. En ik ga nu een fragmentje steken. Omdat ik mijn... Alhoewel, ik ben nog steeds super enthousiast. Ik mag straks de sleutel van mijn appartement halen. Ik had telefoon gekregen. Maar ik was op Instagram bezig, dus ik had per ongeluk afgeduwd. En ik bel direct terug. En het was de makelaar. Want ze zei dat ik mijn sleutel mag gaan halen. En ik mag hem over een uurtje gaan halen. Dus om 7:30.